Vandaag bezoeken we een verlaten subtropisch zwembad in Nederland. Dit zwembad staat verlaten sinds 2016, na 30 jaar lang open te zijn. Enkele weken begon de sloop van het buitenzwembad. Wij zijn er nog net op tijd bij om dit te kunnen exploren. Tegen eind 2025 zal hier een nieuw zwembad komen. Van glijbanen, bubbelbaden, stroomversnellingsbaden tot een turbotol. Toch is dit zwembad gesloten omdat er steeds minder bezoekers kwamen. We waren hier nog geen 10 minuten binnen totdat het alarm afging. Het alarm gaat af. Luister heel goed. En we lopen hier gewoon nog steeds rond. Alsof je gewoon puur scheet. Dit hield ons niet tegen, maar uiteindelijk kwam ook de politie erbij. Wilt je dit zien? Check dan de volledige video op mijn YouTube-kanaal Sias.